Nou, we zijn hier op basisschool De Vlashof, gelegen in Tilburg-Noord, een zogeheten kanswijk. De school heeft 230 leerlingen van meer dan 80 verschillende culturen. Dit is vaak de eerste plek waar kinderen naar het reguliere onderwijs gaan. En voor veel kinderen dus ook een plek waar ze in aanraking komen met de Nederlandse cultuur en de Nederlandse taal. Ik laat mijn respect naar leerkrachten toe zien door hun op nummer 1 te zetten. Zij zijn degene die in de klas zorgen voor de ontwikkeling van het kind. Zij zijn degene die het moeten doen. Dus het draait om hun. Kleine momenten vieren vind ik belangrijk, maar ook het benoemen van kleine succesjes, het benoemen van wat ik in de school zie gebeuren. Ook naar ouders toe, naar de buitenwereld toe. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Ik voel me als professional hier op school vooral gerespecteerd omdat ik het heel erg het gevoel heb dat we er samen voor staan. We willen samen, zijn we op missie om het beste uit de kinderen te halen. We werken daar heel hard aan en we geven elkaar complimenten voor. We hebben een directeur die echt wel voor ons klaar staat en heel betrokken is bij de dingen die we doen. Zowel in de school als ook in het klaslokaal zelf, bij de groep. En de complimentjes komen dan en dat voelt gewoon heel erg goed. Deze school is voor mij een klaswerkplek omdat wij een uitdagende populatie hebben hier op school. We een hecht team zijn, samen één visie en daarmee de kinderen willen helpen. En je merkt gewoon ook door de visie en de vrijheid die je daar als collega zijn zelf aan mag geven, dat het gewoon een heel fijne werkplek is. Ik kom nooit met tegenzin hier naar school toe. Mijn tip voor een schoolleider die dezelfde of een gelijkwaardige uitdaging heeft in zijn of haar school, is dat je echt moet kijken waar de kansen en mogelijkheden liggen. En dat je uit moet gaan van de krachten. Vooral van de krachten van het personeel, van die doen ertoe. En daarna kijken wat gaat onze focus worden en wat worden onze ambities. En dat ook in gezamenlijkheid besluiten.